Dag allemaal, vandaag in Binnen Aliade. Open dag in Heerenveen. We hebben speciale wensen. Natuurlijk sluiten we ook weer af met onze weerman André. Blij dat je kijkt naar Binnen Aliade van donderdag 20 oktober. Kort geleden was er open dag van dagbestedingslocaties in Heerenveen. Vorige week hebben we daar al wat van kunnen zien en vandaag hebben we deel 2. Hallo, we zijn nu bij Brasserie de Stol, de locatie dagbesteding Heerenveen. En ik ben aangeschoven bij drie mensen die hier een hapje komen eten. Waarom willen jullie hier eten? Nou, ik was voor een controle hier in Heerenveen en toen dacht ik van, ik moet vanmiddag wel werken in Gorderij. En ik heb nog even tijd voor pauze en ik dacht, ga even naar de stal. Ik ben hier al een keer eerder geweest, dat is me heel goed bevallen, ik vind het heel gezellig hier. En toen kwam ik hier, het was het feest, zag ik. Het is een open dag hier, dus dat wist ik niet, het was een verrassing. Nou, en ik heb al lekker gegeten en de mensen aan tafel die gaan nog een hapje eten. En wat voor eten maken jullie zo wel klaar? Soep, 12 uurtjes, eten, broodjeket, cheeseburgers, alles. Alles. Broodje, walnoot, alles maken, ja. Je kan het zo gek niet bedenken. Nee, niet zo gek bedenken, nee. Ik ga nu een hapje eten, hier bij Brasserie de Stol. Ik zie jullie zo meteen bij Herma staan. We zijn hier nu aangekomen op Hermenstraten. Ik ben hier, Jannie heb ik hier getroffen. Wat doen jullie hier zoal? Ik maak een kransen. En ik sta nu met een open dag met een gemak geven met mijn ouders. Je had het over kransen, Jannie, maar kun je dat ook laten zien wat je dan maakt? Ja, nog maar even mee. Helemaal goed. Dit is een krans waar we gemaakt hebben. Leuk! Ja. En is dat dan voor vogels? Waar is het voor? Ja, voor vogels. Dus als jullie nog een leuk cadeautje zoeken of zo, zeg kom langs. Laatste locatie, Pottenbakkerij de Dichel. We gaan naar binnen. We zijn hier aangekomen bij Pottenbakkerij de Dichel. En wat voor werkzaamheden doen hier, Jess? Nou, ik ben met een uil bezig. Daar zijn we. Die wordt opgebouwd. En dan komt die straks dus op deze stok. En dan wordt die in de oven gezet. Dan droogbakken. En dan kan ik hem dus net zoals deze schaal verven en dan wordt die mooi glimmend en dan kunnen we hem verkopen. Dit maken jullie dus uit voorbeeld, die uil, uit kopjes. Hoe maken jullie die? En die worden eerst gegoten in een mal en dan dan wordt dat ook gedroogd en dan komt het er zo uit te zien en dan eerst dan zonder het streepje en dan glazuren ze dat en dan komt het er heel anders uit te zien. Nou, we hebben heel wat locaties gezien vandaag. Hartstikke leuke werkzaamheden, leuke mensen, leuke dingen die ze hier ook maken. En het is mij nu echt wat te heet voor die oven. Dus ik ga weer. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Wat is jouw allergrootste wens? Aliade heeft het fonds Samen doen wat wel kan opgericht. En daar kun jij je allergrootste wens naartoe sturen. We kijken even naar de wensen van deze mensen. Mijn naam is Wendy van Zwol en mijn allergrootste wens van jongs af aan is zwemmen met dolfijnen. Mijn naam is Niels en mijn wens is om te skydiven vanuit een luchtballon.
Mijn naam is Sander Boelens en ik heb nog een leuke wens en dat is een keer naar Disneyland Parijs. Mijn grootste wens is, ik zou met Gerrit Joling duwen die weg in. Hallo, mijn André. En ik ben fan van het Venlo. Ik wil als je langs komt bij het Venlo op een foto. Alle informatie over het fonds Samen doen wat wel kan staat op ieder en samen met je begeleiding kun je dat bekijken. En als je wilt kun je je allergrootste wens opsturen. En misschien komt jouw wens dan wel uit. Gaat jouw wens in vervulling? Dit was Binnen alle jaren van donderdag 20 oktober. Wil jij ook iets vertellen over je hobby, over je werk of iets anders? Mail dan naar binnen@allejaren.nl en wij nemen contact met je op. We sluiten af met onze weerman André. Kijk je volgende week weer? Want dan hebben we meer. Goedenavond, dames en heren van Binnen alle jaren. Ik sta hier nu tussen de Twijsele Heide en kan mijn zwager in. En ik laat jullie weer een mooie weerfoto zien. En daarna ga ik jullie vertellen wat voor weer het gaat worden voor de komende dagen. Morgen, de vrijdag, lijkt het echt een natte dag te zijn met heel veel regen en heel veel bewolking. Maar misschien dat het ook even droog kan zijn en dat hier en daar zelfs nog even de zon doorbreekt. De maximumtemperaturen die liggen morgen zo'n 15 graden op de Waddeneilanden tot 18 graden in Limburg. We hebben wel een zuidwestenwind, misschien ook wel een stevige zuidwestenwind, windkracht 2 tot 4 boven land en windkracht 5 dus aan zee. De vooruitzichten dan? Vanaf zaterdag tot met woensdag blijft het dus wat licht wisselvallig weer. Er is elke dag wel gelukkig ruimte voor de zon, maar er kunnen ook wel een paar buien dus voorkomen. Overdag wordt het zo'n 15 tot 17 graden en in de nachten ligt de minimumtemperatuur zo tussen de 10 tot 12 graden. Tot zover het weerbericht weer voor Binnen alle jaren. Volgende week donderdag zijn we weer. Ik wens iedereen een heel mooi weekend toe en geniet er ook vooral van.